Hey, dat deden wij ook bij de opening van NAC Praat. Het is een speciale avond. NAC bestaat vandaag 101 jaar. En we gaan een beetje ons panel een beetje testen vandaag. Of ze wel weten wat voor speciale dag het is, hè Marcel? Ja, dat gaan we even uitzoeken. En we gaan dadelijk contact opnemen met onze eerste gast. Ja. Leon heeft net een voorzetje gegeven. Wie zou dat kunnen zijn? Dat gaan we nog niet vertellen natuurlijk. Ja, ja, wat kunnen we ja. nog meer over die telefoongast vertellen? Nou, je geeft er een minuutje en hij pakt de volle 5 minuten. Ja, dat is het probleem met ons belgast. Als je er een euro in gooit, is je voor een uur aan het praten. Dus daar moeten we iets aan gaan doen. Ja, zullen we een beetje aan banden proberen te leggen? Nou, hij kan dus heel goed over NAC praten. Hij weet er ook ontzettend veel van. Gaat ook al heel lang naar NAC. Als het goed is... Moet hij overgaan? Ah, ja, okay. We hebben contact. Nou moet hij doorhebben. Oh jee, spannend. Misschien zit hij goed thuis, slecht uit te kijken. Ja, of hij zit nou, het was wel spannend gisteren, dus ik ben ook aan het opnemen. Met John. John, goedenavond. Je spreekt met Bas Bakker van NAC Praat. Hallo. Hallo. We hebben even een vraag om jouw kennis een beetje te testen. Ja, vertel. Heb jij enig idee wat voor dag het vandaag is? En dan moet je niet zeggen donderdag. Nee, het is... Vandaag ben ik 23 jaar samen met mijn vrouw. Oh. Ja. Dat zou ik niet bedoelen, hè? Nou ja, dat is minstens zo'n prestatie, denk ik. Maar wij doelden op iets anders. Ja, dat klopt. NAC bestaat 101 jaar. Wij vroegen ons af, buiten het feit dat je doof bent gemaakt vandaag, of je nog het op andere manier hebt gevierd. Nee, ik heb gewoon mogen werken vandaag. Dus vanavond zijn we weer druk bezig met het NAC Museum. Dus we zitten weer de hobby. Het werk gaat gewoon weer door. Zeg John, toen jij vandaag door de stad heen reed naar je werk, merkte je iets van dat NAC jarig was? Is? Nee, helaas niet. Helaas niet. Dat was vorig jaar rond deze tijd iets anders. Daar waren we toch veel meer mee bezig dan nu. En ik denk dat in heel Breda zo wel is beleefd volgens mij. Ja, dat klopt. Dat dus klopt. Helaas heb ik er weinig van gemerkt vanmorgen. Ja, inderdaad. Dus het is een beetje schilcontrast natuurlijk met vorig jaar. Hè. Vorig jaar was het natuurlijk helemaal fantastisch. John bij het 100 jaar NAC-feest, de hele festiviteiten een jaar geleden. Wat was jouw mooiste moment in die week? Wat is jou het meeste bijgebleven? Het meeste is mij bijgebleven de spontaniteit van de woensdagavond. Ja. Ik heb toen dingen gezien. Het was de bedoeling dat er na de officiële festiviteiten en na de fietstocht, die overigens ook fantastisch was, nog een gezellig informeel samen zijn zou plaatsvinden in de Cordial. En dat werd eigenlijk een feest waar je gewoon u tegen zegt en waar werkelijk iedereen bij betrokken was. En dat is mij heel erg bijgebleven. Mensen die elkaar bijna in de armen vielen van A, we bestaan nog. En B, we zijn er 100 jaar. We zijn een aparte club. Ja. Maar werkelijk ook iedereen. Hè? Sponsors, supporters, medewerkers, vrijwilligers. Werkelijk iedereen. Stond daar ineens. Oudspelers, spelers, selectie. Iedereen gewoon. Ja. Iedereen was ineens heel samenhorend, zeg maar. Het was ook fantastisch. Het was ook ontzettend druk. Ik kan me nog herinneren van die woensdagavond. Ja. De horeca had er eigenlijk niet op gerekend. Ik geloof dat er iets van 1300 man probeerde binnen te komen. Ja, hoe kan je er nou niet op rekenen dat NAC supporters iedere gelegenheid aangrijpen om bier te drinken? Ze vieren zelfs 254ste kerstdag. Hadden ze niet. Hey, maar John, jij bent vandaag aan het hobbyen in en rond het NAC Museum. Merk je ook niks van de verjaardag op de club zelf of rond het stadion? Nee. Ik ben niet op zelf op de club geweest. Okay. Ik bedoel hobby thuisje op mijn kamertje. Dus, okay. Dus ik zeg al vandaag heb ik gewoon moeten werken en vanavond zitten we weer thuis aan het museum te werken. Dus. Je laat deze in stilte aan je voorbij gaan. Ja, deze gaan we niet zo uitmundig vieren. Maar. John, wij gaan vandaag nog meer gasten bellen. Dus ik zou zeggen tegen iedereen blijf vooral luisteren. En aan elke gast gaan wij de vraag stellen. De open deurvraag, wat betekent NAC voor jou? Maar jij krijgt wel een restrictie. Je mag in een half minuutje mag je het uitleggen. Half minuutje, John. Dat is moeilijk, hè, John?
Tijd tik. Ik denk dat het heel makkelijk is. Oh. Ik zei van straks mijn vrouw, maar dat is mijn vriendin, maar dat is bijna hetzelfde als je zo lang samen bent. Die maakte mij vanmorgen om 5:30 wakker en die zei, God, gefeliciteerd schat. En zij doelde natuurlijk op dat wij 23 jaar samen waren. Ik zei, oh ja, ik zeg, NAC bestaat vandaag 101 jaar. Ja, dan denk ik dat je voldoende zegt over hoe NAC in ons leven staat. Echt een NAC. NAC is niet belangrijk, maar NAC is denk ik gewoon alles voor ons. En dat moeten we lekker zo houden. Ja, er staan veel mensen en dingen. Er staan veel mensen en dingen op één en NAC staat erboven, zeg ik altijd. Ja, juist. Ja, en dat is goed gezegd. Hey John, werk ze vanavond nog en bedankt voor je tijd, hè? Ja, prima. Graag gedaan. Doei. Dit is Breda Nu. Je weet het meteen. Breda Nu. Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After.